perfect wat ik ga klaarmaken. Dit wordt het, dus het is broccoli. Dit is natuurlijk het vlees, de worstjes. En natuurlijk de aardappeltjes. Hey Zoe. En dit wordt het dus eigenlijk wat ik ga klaarmaken. En dit gaat echt lekker smaken, dus ben iets benieuwd. De combinatie heb ik nog nooit gedaan, dat is ook de eerste keer dat ik de combinatie ga doen. Maar ja, we kunnen het maar proberen natuurlijk, hè, om de combinatie te doen. Dus eerst doen we de broccoli in de pot. Dus nog eventjes doen de broccoli in de pot. Zo. Die is helemaal in de pot. En dan ga ik daar water bij doen. Gedaan. Ik heb dit even gescheiden. Zodat dat niet te waterig wordt. En dan kan dit rustig koken. Ondertussen zitten we met onze kamer bij. Dit is de boter, want we gaan de worstjes bakken. Ik zei de worstjes inleggen. Dus dat gaat heel lekker smaken. We gaan dus deze al even in een kommetje doen. Want we zijn niet allemaal nodig. Maar dat is te veel. Dus we gaan eens kijken waar de kleine kom ligt in de kast. Zo. De kleine kom. En die gaan wij nu hierin doen. Dus de kop. Dan gaan we dat even open snijden. En dan doen we het er in. Eigenlijk vol ligt en dat zit je in de diepjes en dat ziet er dan zo uit en die gaan we dan in de microgolf steken. Die zit het aan. Je kunt zien die zit aan het koken en natuurlijk als in de microgolf, ja dat kan je natuurlijk niet zien, maar het is hier aan het aftellen. De worstjes zijn nu goed aan het pakken, die zijn bijna klaar. Deze zal ook wel van klaar gaan zijn, die zijn echt koken en die zie je niet meer, maar dan koken. Ja, en anders dan eens een keertje op, omdat dat niet en nog niet klaar was, dus dat even op, dus dat komt helemaal in orde. En dan is dat het ijs.